ik heb het overdag nodig om ervoor te zorgen dat mijn lichaam stabiel blijft. En zodat ik zo zelfstandig mogelijk mijn leven kan leiden. Dus het is niet alsof ik het voor de lol doe. Ja, natuurlijk maak ik me boos, maar ja, ik moet me blijkbaar aan hun protocollen houden, terwijl ze niet op mij van toepassing zijn, omdat mijn situatie al bekend is. Om inzicht te krijgen in die onnodige dubbele handelingen hebben wij de zorgkosten van Paulien geanalyseerd. Het gaat om bijna 700 nota's. Denk aan medische onderzoeken, medicijnen, tienduizenden euro's in totaal. Maar lang niet al die kosten blijken noodzakelijk. Een onnodige handeling is dat 4 van de 16 specialisten die ik heb steeds om een nieuwe audiogram van mij vragen. Dat kost onnodig veel tijd en mijn situatie is al bekend. Daar ben ik zeker 1 à 2 dagen per week mee kwijt. Het is al bekend, waarom is dat nodig? Het is onnodig. Het is ook nog kwetsend voor mij, omdat ik dan weer geconfronteerd word met wat er niet goed is aan mijn gehoor. Er moet meer samengewerkt worden en mijn dossier moet centraal staan, want daar staat alles al in.